vandaag vooral geleerd heb, is de relatie tussen de advieswereld en de publieke sector. En dat er nogal anders gedacht wordt over die relatie. En het was heel interessant om te zien hoe verschillende mensen vanuit verschillende hoeken kijken naar die relatie. En dat was, ja, was erg, erg leerzaam. Nou, ik vond de discussie over waarde en vanuit welk waardesysteem ga je als adviseur te werk. Want ik ben geen bestuurskundige, maar wel adviseur in het publieke domein. Die vond ik wel weer verhelderen. Ik denk ook vooral inderdaad wat Jacob zegt. Wat is nou de rol van de adviseur ten opzichte van de opdrachtgever? En gaat deze tegen de opdrachtgever in? Prikkelt deze? Het was ook wel interessant om te zien dat de oudere generaties, dat die er eigenlijk heel anders tegenover staan. Want wij zijn natuurlijk heel erg gewend aan hoe dat de samenleving nu in elkaar zit. Maar dat is eigenlijk, was dat natuurlijk heel anders. En dat is wel wat ik nu pas eigenlijk goed besef. Dat je, ook al ben je allemaal bestuurskundige, ook al doe je net alsof je hetzelfde vak beoefent. We zijn allemaal anders opgeleid. We hebben allemaal een andere. Verschillende universiteiten hebben al een andere invulling van bestuurskunde, maar dat is dus ook over generaties heel anders ingevuld. Ik denk dat het heel belangrijk is om bewust te blijven nadenken over wat de waarde en de toekomstige waarde ook van bestuurskunde kan zijn. Ik vind het ook heel belangrijk dat daarmee je zowel de mensen die op verschillende plekken aan het werken zijn, maar ook de studenten kan bereiken. Je kunt natuurlijk heel makkelijk gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. Maar het is ook belangrijk om te reflecteren op waar je mee bezig bent en te kijken of dat er iets moet veranderen. En ik denk dat zulke sessies daar heel goed voor zijn. Nou, ik denk dat het belang is van zulke sessies dat je altijd moet nablijven denken over het veld waar je aan het werk bent. Dus als jonge bestuurskundige zoals wij zijn, bestuurskundige in SPE, moet je altijd kijken naar waar ben je mee bezig en altijd kritisch kijken naar jezelf. En dat zijn deze bijeenkomsten zijn natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Het is vooral voor reflectie van bestuurskundigen van belang om te kijken waar sta je ook weer. Om even stil te staan waar je staat, of je nog de goede richting op gaat, of je nog staat waar je zou willen staan. En dat kan je per persoon, kan het verschillend zijn per organisatie of per universiteit. Maar volgens mij is het goed om gewoon bij die vraag alleen al stil te staan. Is dat de meerwaarde van dit soort sessies?